net aangekomen in Tokio na 10,5 uur vliegen. Volgens mij trouwens. En we gaan gelijk tassen droppen, ongedoucht, stinkend naar de Nederlandse ambassade. En daar lunchen en de do's en don'ts van Tokio zien. Ja, te gek. Dus meeting met die attaché van de ambassade gehad. Ik ben een beetje door naar wandelen door de stad heen. Ongelooflijk doolhof, omhoog en omlaag. Er zijn lagen bij elke straat. Van metrolaag, snelweglaag, mensenlaag. Om te wandelen. En ik denk dat wanneer je denkt dat je bent op de begane grond. Dat is niet de begane grond. Dus echt, gaan we een beetje de doolhof inspecteren. Dat is ons hotel. Waar de receptie is op verdieping 24. In Japan is het best customary eigenlijk om je businesscard bij mensen te komen. Niet bij je naam, maar bij je businesscard overhandigen. Dus je moet honderden hebben en ik heb maar 3 in mijn portemonnee. Dus ik ben in een winkel op een zondag in Japan. Mijn kaart weer even aan het maken, want anders kan ik me niet meer praten hier. Dus 100 gemaakt en om 4 uur klaar. Dus nu 2 uur. Ochtend 2 Tokio, inhoudelijke sessie in de ochtend. Gaat over warmte, onder andere de Olympische Spelen. Goede discussies gehad met alle bondscoaches. En de NSNS mensen nu gaan buiten lunchen. Heerlijk weer. We gaan naar onze trainingsvenue van die bespelen met Arjan samen. En de gekte van die trein station. Oh, dat er een sporter krijgt een taxi. Wij als hockeyers moeten met de trein. Schrijf dat maar op. Met de trein. Naar Shibuya. Dan moeten we de hele dunne groene lijn nemen met de metro eraan, per station daar. En dat is die mogelijke trainingsvenue in de Olympische Spelen. Dit is de volgende trein. Please change here for the Tokyo Metro line, the Nagoya Subway line and the Mita Subway line. Lang geleden met de trein, lang geleden. Shibuya Station, we zijn er. Ik heb het gevoel dat we lopen de verkeerde kant op. Door de mensen heen. Niet normaal veel mensen. Echt niet normaal zit. De mensen echt lopen echt met telefoon op hun hand. Hoofd naar beneden. En mijn lieve vrouw klacht dat ik te veel aan de telefoon zit. Ik wil hier niet komen dan. Waar gaan we heen? Tokyo Universiteit. Hallo! Hallo! Hoe are you? Das en sokken. 100 members. Oranje sokken. Oranje sokken. Oranje sokken. Oranje das. Goed geregeld. Dus mogelijke training ben je voor ons. Probeer te vinden. Veld, naast het veld, accommodatie. In een campus, vlakbij station. Een kleine half uur van mijn stad vandaan. Ja, best een gekke, gekke gedachte. Die mogelijke kleedkamers hier. Die
gebouwtjes. En daar is de achter de hockeypitch. Best lekker. Lekker weer. Dus hier is de pitch en daarboven is aan de kleedkamer. Achter die bomenlijn. En in principe, daar op die gebouw heb je die mogelijke accommodatie. Slaap en kamers. Dit is te gek, kijk eens. Paraplu's, hockeystick, schoenen, whiteboards en spullen. Nice. That's right. Ice. They leave everything here behind. So that's good. Cool. De sproeis zijn beschermd. De sproeis of anti-air missiles. Het is wel cool hier. Ja. En dan praten we cool slapen. En een persoons basic. Ja, maar. Prima hoor. Ja. Balkonnetje. Dit is verdomd warm, hè, Bas? Is het warm? Ik wil het eens heten. Nee, zo. We zijn hier met onze collega's van de gymnastiek en boksen en een paar van de prestatiemanagers en we kijken naar het dorp. We gaan kijken boven naar die de dorp. We zitten hier in de locatie waar het dorp gaat zijn. Dit is in ieder geval een gaaf locatie aan het water. Maybe around that green border. We're gonna sleep somewhere here up in the air. Yes, up in the air. Dus de dorp gaat hebben hier een park. Deze groene gebied. Deze. Wordt een deel van de Olympisch dorp. En heb je hier aan twee kanten de gebouwen waar je mensen gaat slapen en wonen, al de appartementen. Deze hier is het gebouw, deze gedeelte. De weg in het midden. En aan die andere kant heb je een andere. Residential area. En dan heb je daar ook in de midden aan de achterkant die eetzaal aan de transportmal. Dus het is heel, het is heel compact. Het is ongeveer 1,5 kilometer bij 500 meter lengte en breedte. Het is een kleine dorp, functioneel. En het is omsingeld door water. En natuurlijk de hoge gebouwen aan de overkant. De hele Tokyo skyline. Het is echt niet gek om wakker te worden naar bed te gaan hier hoor. Hopelijk. Alweer een klein beetje 3 jaar. Main pitch. We're just in front of what's going to be the pitch one. Okay. The location for pitch one. Veld 1. Schitterende voetbalvelden. Ja. Mooi hé. Ja. Jammer jongens. Ja jongens, weg. Echt een mooi voetbalveldje. Hot. Doe maar spa blauw, dan is het ingewikkeld. Nee, dank je. Is het echt warm? Jezus, echt het eet. Het is echt eet. Ding. Koffie op een fles. Zeg maar, 3 jaar lopen we ook hier rond. Nu lopen we richting pitch 2 dus. Zo. So, dat is het stadion. Ongeveer, wat is dat? 200 meter is hier de trainingspitch. Temporary. Nu is het 10 uur. Ja, toch? Het is dan 30 graden, denk ik. Ik denk dat nu misschien één potje zou bijna klaar zijn. Je hebt het sowieso warm. Dit is pitch 2. Pitch 2, yes. Dit komt daar links van het scherm binnen.
Het is een treinstation. Iedereen pak een beet 200 meter vandaan. Van de park, van de ingang van de park. Ik heb ook een vraag net gevraagd aan onze venue manager of gids. En we zullen wel voor het publiek plekken te zitten, schaduw en plekken te eten, ook hier binnen. Dus je bent goed voorzien in Japan. Dit zijn de taxis van de James Bond films van Sean Connery. Hi! Echt te gekke auto's dit. Goldfinger! Thank you. Kijk maar. He's the man. Tot je Midas touch. Very nice car, hè? Very nice car. Van die James Bond films, this one. Ja. James Bond. Yes. I think we're being chased by an odd job. The hat throwing bodyguard van Goldfinger. Klein beetje vrijmiddag, dus een beetje. Rond Tokio. Vandaag niet met de metro, even samen met de taxi. Niet zoveel tijd, dus gaan we echt Tokio gewoon achter de auto beleven. We gaan op onderzoek. Door de bazaar. Oké. Ja, gevonden. Druk uit, skiendiepen in een bazaar. Ik heb het heel erg gaaf gevonden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo goed wist van tevoren wat dit voor indruk op mij zou maken. Met zo'n grote groep mannen, met zo'n grote groep coaches. Ja, we kunnen! Woe!